Goeiedag. Kleedkamer van de Legends. Legends. Kev, hoe is die? Ja, lekker joh. Ben je al? Je bent in één keer legend, man. Ja, ineens is dat zo, hè. Ineens wordt dat zo gezegd, ja. Ja. Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, mooi, mooi. Voelt weer vertrouwd, zeg maar. Je sportpark op komt lopen, is mooi, man. Ja. Ga je genieten? Zekers, zekers. Ben Veldhuis. Goedemiddag. Goeiedag, jongen. Hey, kun je nog bij je veters komen, of? Ja, het is wel moeilijk. Ik heb even overwogen om schoenen met klittenbanden aan te schaffen, maar het gaat nog net goed. Ja. Hoe is het? Goed, ja. Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, superleuk. Mooie eer dat jullie dit doen en ons ook uitgenodigd hebben. Nee, maar het is fijn om hier weer terug te komen. Hoe zouden we jullie kunnen vergeten? Want dat is de eerste generatie spelers van buitenaf. Ja, klopt. Dat was toen nog wel een omschakeling. En toen kwamen wij met z'n vieren van buitenaf. Maar dat was al voor ons ook, hoor. Was gewoon een super gave tijd. Dus eigenlijk liggen jullie prestaties ten grondslag aan datgene waar we nu staan. Ja, dat ligt nooit aan individu. Het is al een team en daarna is denk ik alleen nog maar verder gegroeid. Maar dat was wel een eerste opmars richting nog waar Excelsior nu staat. Ja. En sinds die tijd is met de kantineomzet ook veel beter gegaan. Dus, Oké, ja, dat is jammer. Ik dacht dat wij ook wel voldoende destijds in de kantine hadden omgezet. Maar ik zei ook vanaf die tijd. Ja, precies. Nee, het was gezellig. Ook na de tijd altijd een biertje en zwarma bij Femi's besteld. En regelmatig dat pas om 1:30 weer naar huis heen ging. Dus dat was gezellig. Ja, en dan is Jan Borghuis natuurlijk van een hele andere generatie. Ik denk van iets meer een serieuzere generatie wat betreft het kaartje leggen. Of was dat toen ook wel aan de orde? Nee, dat was zeker wel aan de orde. Ik kan me ook nog wel herinneren dat we donderdagavond zelf de kantine mochten afsluiten. Met Harald en met John van Pijkeren en Manuel Isa. En dan gingen we daarna ook nog door naar Femi's. Gingen we daar nog even een kaartje leggen met de eigenaar. Dat waren zeker mooie tijden. Voel je een beetje thuis bij de clubje waar je groot bent geworden? Ja, dit is en blijft de thuishaven, toch? Ja, ik heb hier hele mooie jaren gehad in de jeugd, in de senioren. Mooie seizoenen meegemaakt. Daarna ook in de zaal gespeeld. Maar dat is ook gewoon Excelsior. Dus nooit weg geweest eigenlijk. Veel plezier vanmiddag, man. Dankjewel, gaat lukken. Ja, het is thuiskomen, laat ik maar zo zeggen. Hè? Met al die jongens weer. Heel veel jongens tijden niet gezien. Zoals Ben en Peter Veldhuis en Dylan Voskuren, Vincente Hesselink, Arjan Kok. Ah, het is gewoon leuk om zo'n wedstrijdje te spelen. Wanneer was het voor de laatste keer dat je die kicks aan had? Nou, ik vlag nog wel eens een keer een wedstrijdje bij Excelsior 2, dus dan heb ik ze nog wel eens een keer. Maar dit zijn natuurlijk wel de echte voetbalschoenen, de World Cupjes. Copa Mundial. Of Copa Mundial, World Cup is dan met de schroefnappen versie. Maar ik heb ze nog wel eens af en toe een keer aan met een wedstrijdje vlaggen. Zoals vandaag ook ga ik ook vlaggen. Ik ga niet voetballen, want... lijkt me beter, dat ik maandag weer naar werk ga. Zeg nooit nooit? Nee, ik zeg nu nooit. Oké. Vullen willen, hè? Hey, dankjewel Henk, jij ook. Wim Gerritsen, kan je naar Biekam? Jazeker, dat gaat naar moeiteloos, jongen. Ja. Ja. Nou, jij bent nog sportief, hè? Jij loopt nog wekelijks hard. Ik loop wekelijks hard, ja, dat is ook enigszins wat doen. Dus daar word je vanmiddag denk ik ook... 15 jaar geleden denk ik dat ik de laatste competitiewedstrijd gevoetbald heb, denk ik ongeveer. Hoeveel? 15 jaar geleden ongeveer, 14, 15 jaar geleden. Zou je niet zeggen, Wim? Nee, dank je. Ja, maar ik klik op mijn moer, hè? Ja. Nee, maar goed, ik probeer zoveel mogelijk fit te blijven door 2-3 keer in de week te hard te lopen. En dat is bevalt prima. Hoe is het om die jongens weer te zien? Ja, leuk, gezellig. Ja, van straks na de tijd natuurlijk. Gezellig een biertje erbij, een hapje erbij. Dus dat gaat allemaal prima. Leuk georganiseerd, trouwens. Geniet ervan en meters maken. Ja, dat gaan we doen, proberen. Maar verwacht er niet te veel van, hoor. Ik bedoel... Ja, meters bier. Oh ja, dat sowieso. Maar voetbal is anders als hardlopen, hè. Dat begrijp jij ook. Ja. Dus dat wordt een prachtige middag. Geniet ervan. Ja, doe. Dank je, Henk. Jano Beltman, waar staat aan, jongen? Ja, nog steeds die enkel? Nog steeds die enkel. Maar er zijn wel meerdere pijntjes bijgekomen, hoor. Dus de knie. Dus, knie? Daar zit niks omheen? Nee, dat kan ook niet, hè. Nou, als ik ook niet voetballen. Een dikke brees eromheen, maar hoeft niet. Wanneer heb jij zo voor laatst aangehad? Een jaar of 15 geleden, denk ik. Eén keer nog met de jeugd. Middelste zoon nog een wedstrijdje hierachter. Dat was een keer een trainingswedstrijdje, maar voor de rest is lang geleden. Maar jij maakte een hele gevoelige overstap, Belman. Ja, dat was vroeger, hè. We hebben twee hele mooie jaren gehad, maar het is mooi om hier weer terug te zijn. Dus, laten we het daarop houden, geniet ervan. Oké. Ja, Isa, hoe is het met je? Ja, goed. Met jullie?
Moet je helpen even met je sokken? Ja, ik ben niet meer gewend, joh. Lang geleden. Ja. Ja. En waar ben je nu actief? Niet meer als speler, maar wel als assistent bij FC Serieus eigenlijk. Ja, daar waren we vorig jaar nog tijdens coronaperiode volgens mij opname met Marco Aydin. Dat klopt. Heb ik wel even gezien. Dus. Eigenlijk is het dat jaar dat corona kwam, toen was ik nog fit. Maar die anderhalf jaar dat we weinig hebben gedaan en daarna ben ik nog een keer geopereerd aan de lies. Dus toen op een gegeven moment ga je het weer proberen, maar lichaam is op. Lichaam is gewoon helemaal op. Dus anderhalf jaar, nu denk ik twee jaar, niet echt meer wat gedaan. Maar wel opgeladen voor deze wedstrijd. Vergeet niet je voetbalschoenen aan te doen straks. Die heb ik niet. Ik heb wel kunstgrasschoenen. Is dat ook goed? Prima, joh. Succes. Ja, dankjewel. En wie had nou ooit gedacht dat onze voorzitter ook tevens legend zou zijn? Harold, wat zie ik daar? Nog net even een pleistertje wegwerken daar. Wat is dit? Toch voor de zekerheid maar even wat tipjes aangebracht. Want om zomaar weer de wei in te gaan tegen Excelsior 1. Ik weet niet of mijn enkels je dat aankunnen. Maar mocht zomaar meedoen. Het shirt is niet echt onder de op de strijkplank geweest, maar goed, maakt niet uit. Straks alle plooitjes even gladstrijken, hè? We doen het er gewoon mee. En wat gewoon een mooie middag. Ja, zeker. Is je positie bekend nu? Ik denk gewoon op het bankje. Dat was 15 jaar of 20 jaar geleden ook. Dus ik denk dat het niet veranderd is. Als voorzitter heb je daar volgens mij toch wel enige invloed op, maar... Ja, dat klopt. We gaan het gewoon zien. Tweede helft zullen vast wel minuten komen. Dus we hebben er zin in. Fantastische week. Zojuist een G-voetbaltoernooi afgesloten. Ja, volgens mij leeft Excelsior deze week echt in een roes, toch? Ja, het is een geweldige week. Ik bedoel, inderdaad, vandaag begon natuurlijk dinsdag allemaal die wedstrijd tegen ADO. Donderdag met de senioren, s'avonds met de mini Billback Show. Nou, vrijdag gisteren de hele dag activiteit voor de jeugd met FIFA, met meidenmiddag. Officiële receptie gistermiddag. Nou, gisteravond Billback Show ging het dak er ook af. En met een geweldige ex. Ja, en dan vandaag weer inderdaad geen voetbaltoernooi. Weer hartstikke mooi. Minis. Nou, nu het Peria Mix toernooi. Dan inderdaad de beach voetballen op de parkeerplaats. Nou ja, de wedstrijd van de Legends. En dan de grande finale, het feest. Dus ja, geweldige dag. Ik heb zo'n klein voorgevoel dat jij vanmiddag de winnende gaat maken. Nou, laten we gewoon. Het is al een topweek. Dus het kan bijna niet mooi. Nee, het is helemaal goed. We gaan het zien. Bedankt en geniet ervan, Harald. Ja, dankjewel. En jullie ook. Erik, hoe is het voor jou om al die oude gasten weer te zien? Het is natuurlijk hartstikke leuk. Het is natuurlijk een moeilijke keuze dan van wie ga je uitnodigen en wie ga je niet. Wel en niet. Ja, we hebben de lijst in het begin gekeken. Ja, volgens mij kunnen we wel 300 mensen hadden we kunnen bellen. Ook veel afzeggingen volgens mij. Eigenlijk niet veel. We hebben er nu vier mensen hebben afgezegd, door werkzaamheden of blessures of rollator kapot. was gewoon prima. Maar het blijft gewoon een lastige keuze. Wie ga je bellen, wie ga je niet bellen. Maar mooi. Mooi dat wat oude jongens zijn, een beetje een schifting gemaakt van... we zijn ongeveer 15 jaar teruggegaan. Er zijn wat jongens die daarvoor hebben gespeeld. Dus eigenlijk door elkaar. Het zijn altijd wel jongens die elkaar toch kennen, met elkaar hebben gespeeld. Dan heb je vanmiddag even gezien boven. Dus, allemaal mooi. Erik Volle Wille. Dank u. Geert Achteres, hoe is dit deze middag? Oh, dit is hartstikke leuk deze middag. Zoals jullie jongens nog een keer weer. En ook van verschillende tijden natuurlijk. Ook, je bent wel deze die 20 jaar geleden al. En dat je dan weer ziet, dat is hartstikke mooi. Ja, zeker. Ik zie een glimlach als jij zegt Ben Veldhuis, Peter Veldhuis, Dennis Brilhuis. Ik zie gewoon een glimlach op je gezicht. Dat was gewoon mooi. Dat waren de eerste, ik denk zo'n beetje toen de... In 2000 waren naast een beetje de aankopen, zeg maar. Maar die lagen zo goed in de club en die bleven altijd hangen in de kantine. Dus heel mooi als ze zijn. Ja. Geniet ervan, Geert, vooral voor jou. Jazeker, hartstikke mooi. Bedankt. Voor de mensen die hem niet kennen, Peter Veldhuis, een van de eerste aankopen van buitenaf. Ja, ja. Je hebt wat teweeg gebracht hier, samen met je broer. Ja, dat klopt. En met Dennis Brilhuis destijds. Het was een leuke, goede oude tijd. En we hadden een heel goed team. Echt een vriendenteam volgens mij. We waren ook snel opgenomen in de groep, geloof ik. Het eerste trainingsweekend in Delden was onvergetelijk. Daar werd het toch neergezet. En een paar leuke, hele mooie jaren gehad hier.
Dus ik kijk hier met heel veel plezier op terug. En weer heel graag hier weer vandaag bij de wedstrijd. Helaas niet inzetbaar. Nee, evenals Dennis. Hij is er niet bij, Dennis Brilhuis. Bij deze Dennis, helaas ben je er niet bij. Maar ja, we zijn ook Dennis Brilhuis niet vergeten. Ja, die frivole voetballer. Ja, die kon wat met een bal. Ja, Dennis was echt wel een talent. Hè? Eigenlijk had hij, dat zegt iedereen al wel, misschien nog wel meer eruit kunnen halen. Hè? Hij is een beetje de omgekeerde weg. Ik ben vanuit de vierde klasse naar een eerste hoofdklasse. En hij ging van betaalde profs naar de amateurs. Maar hij heeft een hele mooie carrière gehad. Jaren in Duitsland gespeeld, een paar jaar met hem samen mogen spelen. Echt een hele mooie, goede voetballer. En een heel mooie, mooie kerel. Peter, je speelt niet, zei je al. Een pijntje, volgens mij een spierblessure. Ja, ik zie alle jongens bijna in het gips en ja, dat had bij jou toch ook gekund? Ja, dat klopt. Nou, wat dat betreft, de leeftijd gaat toch wel zijn tol eisen. En nou ja, dan krijg je af en toe een spierblessure. Voetbal zelf nog wel, mijn vriendenteam, bij mijn clubje BWO. En nou ja, af en toe schiet het in de kuit. Helaas ben ik er vandaag niet bij. Ik hoop weer snel weer hersteld te zijn en toch weer mijn medes te kunnen maken. Een stukje coaching is ook wel voor jou weggelegd, denk ik. Ja, ik denk... Ik heb ooit eens een keer in het grijs verleden een papiertje gehaald als trainer. Dus wie weet komt er vandaag nog van pas. Geniet ervan, man. Dankjewel. Mooi dat je er bent. Oké, zeker. Bedankt hoor. Maar nee, twee dingen tegelijk zou we niet meer gaan, Dylan. Oh, ik ben al helemaal kapot. Ben je kapot? 4 jaar lang niet veel gedaan, dus nou een balletje trappen. Wou je wisselen dan? Nee. Het is nog maar de warming up, hè? Ik doe volle bak, 5 minuten en dan is het klaar. Dylan, geniet ervan, hè. Mooi dat je er bent, man. Super, leuk dat ik hier mag zijn. Legend. Ik zei, de een kwam en de ander ging, maar jullie hebben nog een jaartje samengespeeld. Arjan Kok. Ja, dat klopt. Volgens mij toen ik kwam was Vinnie hier nog een jaar. En hij raakte volgens mij in de voorbereiding geblesseerd. Dus zeggen wel eens, de een zijn dood is de ander zijn brood. Maar... Vinnie, jij was toch altijd geblesseerd? Ik was altijd geblesseerd. Nooit op de training. Maar ja, schitterend op zaterdag, hè? Ja, oké. Okay. Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, leuk. Leuk om die oude gezichten weer te zien. Oude gezichten? Ja, oude kopjes allemaal, toch? Oké. Okay. Oude jongens. Ja, hey, maar ja, inderdaad, een jaartje samen. Maar jij kwam uiteindelijk op het moment dat Peter van der Kwaak hier nog was. Ja, klopt. Maar daar, daar had jij een bepaalde mening over, geloof ik. Ja, ik vind niet over Peter, maar gewoon over jezelf. Ja, ik vind als je speelt ergens, dan moet je jezelf altijd beter vinden dan een ander. En dan moet ik altijd vinden dat je speelt. Hoeveel jaar heb jij in het eerste gespeeld hier? 7, 8, zoiets. Hoeveel punten heb je gepakt voor de club, weet je dat nog? In het kampioensjaar heb ik ze kampioen gemaakt natuurlijk. Huh? En... Er ging er ook wel eens wat in natuurlijk. He? We zaten er ook wel eens naast. Arjan, hoe vaak ben jij kampioen geweest met Excelsior? Eén keer. Dat was het eerste jaar dat ik hier kwam, werden wij kampioen van de hoofdklasse. Keepers trainen nog steeds? Ja, bij Van Soopse Boys. Eerste helft al het eerste jaar daar zo. Heb je Mark zijn taken overgenomen? Mark Doornbos? Ik heb zijn taken overgenomen, ja. Als het goed is deed hij precies hetzelfde wat ik deed. Ja. Wat heeft hij daar achtergelaten qua keepers? Ja, ellende. Ik kun met die jongens gewoon opnieuw beginnen. Dus ja, maar het maakt niet uit. Ieder zijn idee erover en ik heb er een ander idee over. Dus we beginnen gewoon opnieuw. Okay. Hey, mannen, geniet ervan en hou die nul. Gaan we doen. Gaat ja. Leuk. Wij gaan nu beginnen. Want als de wedstrijd begint, jongens, dan gaan we echt... Heel goed de best doen. En jongens, en er zal er maar één winnen. En dat is zeker de andere kant. Oh. Zeker. Hé, hey, Rian, kom naar de andere kant. Waar staat u daar, Rian? En die jongens dan, je kent ze allemaal? Ja, ik ken die jongens allemaal. Wordt een gelijkspel doen we. Doe een gelijkspel. Ja. Gelijkspel, zegt Rian. Nick doet met ons mee, hè? Ben je nee, dat van ons? Nee, dank niet. Oh. Peter Schepping, kerel. Goedemiddag. Is dat nodig, zo'n kringgesprek? Is het nodig, zo'n kringgesprek? Ja, is even leuk hè, om elkaar weer terug te zien na zoveel tijd. Ja, is toch prima. Ja, hoe lang heb jij in het eerste gespeeld? Oh, weet ik niet. Weet niet meer? Een jaartje of 8, 9. Ja, toch? Ja, ja, ook een mooie periode gaat hij hier als verdediger natuurlijk. Ja, je ging het duelletje niet uit de weg, hè? Nee, dat klopt. Maar goed, ik moest ook wel een beetje van mijn kracht hebben natuurlijk en mijn fysieke. Technisch was het wel allemaal wat minder, maar goed, ja, ik heb met jaren met plezier hier gevoetbald. Ja. En volledig fit? Ik ben volledig fit. Dan ga ik je heel veel plezier wensen. Ja, dankjewel. Jullie ook. Succes, Peter. Robert Wielens. Goeiedag. Wil je één keer omdraaien?
Ja, nummer 9. Ouderwets, ja. Ouderwets, hè? Ja. Ik mis wat. Ja, je mist de baat, denk ik. Ja. En die is een tijdje geleden is die s'avonds wel naar bed gegaan, maar 's ochtends niet meer wakker geworden, zeg maar. Dus er is wat in de tussentijd gebeurd. Maar ik was er wel klaar mee. Moet je vriendin of vrouw erop aanspreken? Of verdenk je iemand? Die vond dat nog niet zo erg, dus ik weet niet, misschien de buurvrouw of zo. Maar nee. Hoe is het om hier weer te zijn, Robert? Ja, mooi. Ja, fijn. Het is, ik kom natuurlijk af en toe bij Isa. Voor het Isa-afscheid was de laatste keer dat ik hier was. En het is altijd fijn. Je ziet de bekende gezichten en je hebt altijd weer die... Zelfde verhalen van vroeger, hè? Die wedstrijden die je nog net won of net verloor. En avondjes uit die je dan ook niet vergeet, zeg maar. Nee, altijd leuk. Altijd leuk om weer te zijn. Robert, heb je nog bijgehouden? Hoeveel doelpunten heb jij gemaakt voor Excelsior? Ik zou het bij God niet weten. Nee. Ik ook niet meer. Nee, ik heb het niet bijgehouden. Nee. Zoals sommigen wel weten, gaat het mij echt niet per se om scoren. Maar ik vind het fijn om mijn steentje bij te dragen, zeg maar. En scoren is natuurlijk altijd wel fijn. Maar het was nooit mijn enige doel, zeg maar. Ik vind voetbal heel leuk. Daardoor voetbal ik nou nog steeds. Dus het is waar? Niet bij Achilles in Hengelo. Nou, zaterdag eerste klasse. Dus een hele leuke groep. En voetbal bleef leuk. Dus gewoon op niveau nog steeds? Ja, gewoon. Twee keer in de week trainen? Twee keer in de week trainen, ja. En een wedstrijd. Dus het is nou het jammer dat we nou met de bus iets verder moeten dan vorig jaar, zeg maar. Maar ja, je moet er maar voor over hebben. Dus. Robert, als ik nou aan jou vraag, pik er nou nog eens een wedstrijd uit die je auto altijd bij is gebleven? Ja. Welke wedstrijd hebben we het dan over? Nou, we waren toevallig net nog met John en Patrick en Kevin over Geenemuiden thuis. Dat zij alle drie in het ziekenhuis liggen en dat ze vanuit daar vernemen dat we die wedstrijd gewonnen hebben. Ja, dat was gekkenhuis natuurlijk. Met Jan die er al uitging in de eerste helft. Patrick volgens mij in de eerste helft die eruit ging. En dat je die wedstrijd over de streep trekt en gelijk hoort na de wedstrijd, jullie zijn veilig. Dan dat is wel de wedstrijd, zeg maar. Ja. Krijg er nog koude rillingen van, want ik was erbij. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Volgens mij en van Geenemuiden heel veel toeschouwers die op de samenvatting ook wat schreeuwen. En, nee, dat is ultieme beleving, zeg maar. Dus dat is wel echt een mooi gevoel. Ja. Kortom, mooie tijden gehad bij Excelsior 31. Zeker mooie tijden gehad. En het is een prachtige club. En dat zie je nou ook wel hoe groot het op is gezet. Het leeft gewoon. Dat blijft ook. En de stempel Legend. En de stempel Legend, ja, dat past niet helemaal bij mij, maar nee, nou ja, Excelsior, zeg maar. Geniet ervan, man. Ja, ga ik doen, dankjewel. Boy, en Patrick, waar hebben jullie het over? Over het werk. Wat voor werk? Ja, waar we werken en wat we doen. Dat zijn jullie collega's? Nee, dat niet, man. Oké. Okay. Ja, ik zie een bandage, Patrick. Is dat die oude blessure nog? Nee, zo'n sokbandjes om de schermen zo hoog te houden. Slidingbroekje. Oh, slidingbroek. Ja, denk ik ook. Ja. Dat is wel kunstgras wel aan te raden. Ja. En mijn hamstrings blijven altijd tricky hier dus. Ja. Dus we kunnen nog een sliding verwachten vanmiddag? Nee, dat zeker niet. Nee. Boy, voor de tweede keer hier op de Koerbeeld deze week. Een beetje heimwee, jongen. Heimwee is misschien een groot woord, maar het is wel altijd leuk om weer terug te zijn. Hè? Je gaf het aan, tweede keer deze week. Ja, wedstrijdje tegen ADO gekeken met Manu samen. Het is een mooi affiche en toevallig vandaag weer. Dus hartstikke leuk. Wat die wedstrijd tegen ADO, was kantje boord. Hè? We hadden bijna een ronde verder. Ja, ik denk als er een dag was dat je had kunnen winnen van ADO, dan was dat wel dinsdag geweest. Kantje boord, maar ja, al met al denk ik voor de club en voor de jongens zelf een hele mooie avond. Kijk, je hebt goed partij geboden, dus dat is het belangrijkste, denk ik. Vanmiddag, oude jongens, krentenbrood. Leuk, man. Ja, hartstikke leuk. Leuk om veel bekende jongens weer te zien. Ik ben natuurlijk nog niet zo heel lang weg. Dus een aantal jongens heb ik nog mee samengespeeld. En genoeg bekende jongens ook. Dus altijd leuk om terug te komen. Geniet ervan, boy. Ga ik zeker doen. Bedankt. Ha! Hey. Mannen. Goeiedag dan. Zo ben je aan het straten maken en sta je in de tuinen te werken en zo sta je op het nieuwe kunstgras van Excelsior 31. Ja, Kevin Siemelink. Dat voelt goed, ja. Lekker veldje. En vandaag is even lekker strijden, denk ik, hier op het veld in plaats van in de tuin. En John, hoe is het voor jou om op kunstgras te moeten voetballen vanmiddag? Ja, goed. Weet je, kijk, ik ben natuurlijk trainer van onder 17 nu hier, dus ik loop regelmatig hier op het veld. Dus. Ik ben het wel gewend, maar om nog zelf ook meer te gaan voetballen en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, maar in jouw tijd heb je niet zo heel veel kunstgras gevoetbald, denk ik, of helemaal niet? Nou, op een gegeven moment, de laatste paar jaar van mijn carrière, zag je wel steeds meer kunstgrasvelden komen. Maar in het begin was het voornamelijk gewoon normaal natuurgrans. Ja. Maar hoe is het om hier weer te zijn, mannen? Ja, supergoed. Veel bekenden gezien al hier.
ja, veel mensen. Zoals je vader? Zoals mijn pa, die is er ook altijd bij. En nog steeds. Die, het huidige elftal waar ik nu voetbal, daar ja, is hij nog nauw bij betrokken. Dus nee, die volgt me nog steeds. Ja, zoals nu weer. Hè. Ja, nou, Sean, zeg al, hij is hier trainer. Zit er voor jou nog iets in om hier nog in de toekomst wat te doen? Nou, ik weet niet. Ben je niet meer actief in de voetbal? Jawel, nog steeds. Ik voel me nog steeds in het eerste van IJsselstreek. Maar echt als trainer of zo, nee, dat zie ik niet zitten. Nee, nee, gewoon als voetballer. Hoe is het om de jongens allemaal weer te zien, John? Ja, leuk. Leuk, oude verhalen ophalen. Dat is altijd, ja. Met name straks denk ik in de derde helft even een biertje drinken met elkaar. En dan komen de verhalen van vroeger wel weer bovendrijven. Het is leuk om iedereen weer even te zien. Hoe is het om weer voor Excelsior TV wat te doen? Want wij waren er natuurlijk in die jaren er ook al bij. Ja, prima. Je doet het hartstikke goed met Excelsior TV. Ik blijf het volgen dus. Ja. Ja, voor mij ook. Ik blijf het ook volgen. De samenvatting dus kijk af en toe nog wel eens mee. En ja, weet je, dat blijf je gewoon doen. Ja. Veel succes. En ja, ik zou zeggen, voor jou de nul. Oh ja, jij bent ook verdediger, hè? Ja, nog steeds, ja. Misschien een keer in de spits vanmiddag. Ja, kan. Kan. Veel plezier, mannen. Ja, jullie ook. Yo, bedankt. Hans Baan. Hallo, goedemiddag. Hans Baan op de bank. Ja. Hij kwam niet vaak voor. Nou, nee. Af en toe, hè? Ja. Ja, zeker. Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, goed. Leuk. Leuk om met de jongens weer bij elkaar te zijn. En dat ja, herinneringen ophalen is altijd leuk. Ja. En wat is de mooiste herinnering? Ja, nee, er zijn er denk ik te veel. Van een aantal trainers tot sportmomenten, weekendjes weg. En er zijn er te veel. Ja. Hans Baan heeft een aantal mooie clubs gehad in deze regio, volgens mij. En de Vrijheid ook, hè? En de Vrijheid ook, ja. Zeker. Mooie club. En mooi om bij, dat, bij die club ook je steentje bij te dragen, zeg maar. En dat is super mooi, ja. Ja, genoeg. Ik ga ervan uit dat hij nog even in de baan moet. Nee, zeker. Dat gaan we zo meteen doen. Ik denk met mooie races achterhoede gaan we zo meteen proberen de nul te houden. Maar ja, dat weet je niet. Oké. Okay. Naast je zit Wim Slooyer. Wim, hoeveel kilo spieren van, deze, de, van dit zwikkie wat hier op veld loopt, heb jij onder handen gehad? Oh, ik heb ze eigenlijk allemaal onder handen gehad. Hè. Dat, heel wat kilo's, maar ze zien er allemaal nog aardig afgetraind uit. Hè. Absoluut, maar van het hele, ja, al die legends die hier lopen, wie had nou het vaakste een blessure? Wees eens eerlijk. Nou, die zitten er niet bij vandaag. Zitten er niet bij, maar op veld misschien?
Hopveld. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zo heb ik het nog niet bekeken eigenlijk. Je moet ook van een positieve kant bekijken. Hè? Nogmaals, hoe is het voor jou om deze jongens allemaal weer te zien? Ik vind het heel gezellig. Ik vind het heel leuk. Om ze en echt leuke reacties met elkaar. Dat is prima. Heel gezellig. Hebben ze heel goed geregeld hier bij Excelsior. Hanno, wat gaat er gebeuren, man? Wij gaan, we gaan een wissel toepassen, want het loopt niet echt bij de veteranen. Dus er moet een kwaliteitsinjectie moeten komen. Legends, zeg legends. Je dan. Legends, ja. Ja. Veteranen, dat komt nog. Maar ik zie geen warming-up. Wij hebben net een hele uitstekende goede warming-up gemaakt. En, maar dat is alweer een half uur geleden. Ja, we zijn heel goed opgewarmd op de bank. En volgens mij gaan we nu het veld in. Hoe was jouw periode hier bij Excelsior? Ah, geweldige tijd gehad. Ja. Mooie jaren, veel kampioenschappen, veel publiek. Ah, mooie tijd. Ja. Mooi om terug te zijn hier. Leuk initiatief vanuit de club. Mooi. Volgens mij is het een publiekswissel. Succes. Yo. Gerard, wat zeg je? Ik ben blij dat de wedstrijd erop zit. Erop zit? Toch of niet? Ik denk, hij gaat regelrecht door naar het hok van Wim Slooijen. Ja, minimaal. Twee voeten tapen. Alles laten losmasseren. Ik denk dat we dat verdiend hebben, toch? Dit is volgens mij de eerste wedstrijd dat je niet gescoord hebt. Zelfs ik moet erbij nadenken, dus dat zal best wel kloppen. Hoe is het om de jongens? Mooie pot. En jongens terugzien is ook supermooi. Met name de gebroeders Veldhuis. Ja, toch een bepaalde binding mee. Ja. Ben is ceremoniemeester geweest bij mij op de bruiloft. Dus dat is altijd leuk om zulke jongens weer te zien. Dus mooi. Jammer, helaas, Dennis Brilhuis hadden we het over, is er niet bij, maar ook voor jou ook wel bekend. Ja, dat is zeker bekend voor mij. Een beetje last van lichamelijke dingen, denk ik. Ja. En gun hem het allerbeste. En ik hoop dat ik hem nog een keer weer zie op de koerbelt. En dat zal vast wel, denk ik. Dus even verder genieten en dan na de tijd nog even de tent in, denk ik. Ik wens je een goede herstelweek en succes. Dankjewel, hey, geniet ervan. Maurice, dit laat jij je niet, toch niet gebeuren, dat je gewisseld wordt? Nou, vroeger niet, hè. Vroeger niet. Maar ik ben nu zelf assistent-trainer en ik ben mezelf al een paar keer tegengekomen. Nu al? Met hoe ik als speler was en nu als trainer. Dus, hoe was je als speler dan? Nou ja, ik kon wel vervelend zijn voor trainers, laat ik het zo zeggen. Dus eigenlijk was het een kwestie van de boel op scherp zetten? Ja, zo kun je het ook zien. Zo kun je het ook zien. Alleen, je ziet gewoon dat ze wat fitter zijn, hè. Dat is maar goed ook. En dan, aan de bal gaat het allemaal nog wel, maar het lopen met blauw is gewoon wat minder, ja. En toch ben je niet veel veranderd. Dat is wel een compliment, want je ziet er nog fit uit. Ja, ik doe sinds een half jaar loop ik hard. En, hard weg? Hard weg ook, ja, van huis en dan weer terug. Ja, goed, daar word je wel iets fitter van. Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, super. Ik heb hier drie hele mooie jaren gehad. En toen ik uitgenodigd werd, toen heb ik geen moment getwijfeld. En het is altijd leuk om hier terug te komen. Dus, super. Stand 1-0 volgens mij nog steeds. Voor de rooien. Ja, ik heb veel vertrouwen in deze ploeg. We zijn niet voor niks gewisseld natuurlijk. Dus ik denk dat het zometeen wel 1-1 wordt. Misschien wel 2-1 voor rust. Voor blauw. Je mag jezelf wisselen, hè? Want er is geen coach. Dus je kunt jezelf wisselen. Ik heb geen coach. Nee. Oh, heb ik mezelf dus ook opgesteld. Dat is ook wel lekker. Nee, mooi Henk. Geniet ervan. Yes, komt goed. Mooi. Dankjewel. En zeg je dan hup papa? Zeg maar hup papa. Nee? Is papa wel fit? Vraag ik aan mama. Ja, heel fit. Toch Holly? Of niet? Veel interessanter, hè? Ja. Hey, hoe is het om hier weer te zijn? Ja, je was ook vaak bij Dylan natuurlijk. Leuke tijden gehad, denk ik. Ja, absoluut. Ja, ik dacht er nu een keer met de kinderen, want die hebben het nog nooit gezien. Ja, nee, heel leuk om een keer terug te zijn. Ja, goed voor jou. Wat ga je zeggen? Papa. Papa. Papa, goed zo. Heel leuk, dank je. Albert Palman. Ja. Al jaren trouw supporter van Excelsior 31. Ja. Ik denk dat je
Dat je ze allemaal bij naam kent, of niet? Redelijk goed, ja. Ja, zo noemen we dan, als ze een beetje ouder worden, maar dat ben ik ook. En dan ken je ze allemaal niet goed wie hem. Door mijn kwaargenoem ken ik ze nog wel. Ja. Wat was nou voor jou de mooiste generatie? 65. Dat is een intro, hè? Ja, dat kampioenschap. Ja. Hoe oud was je toen zelf? 12, 13 jaar. Ja, jongens van Jan de Wit. Ja. Toen deden we nog op Danburg. Ja. Maar van de jongens die hier voetballen? Ja. Ik wel goede herinnering van Schepping en Kok. Ja, hij zo loopt er wat meer. Hier heb je Bartels, Bartels lopen, of weet je. Maurice Bartels. Mijn Bartels, ja. Nee, die mekaar en hij kan deze jongen ook wel goede herinnering die het hier loopt. Albe, mis je wel eens een wedstrijd? Weinig. Alleen ja. Het ding aan doe ik niet te zien. Oh, nou weet ik ook waarom ik hem verloren heb. Ja, kijk, daar eet. En je geniet ervan? Ja, dat zou ik doen. Maar hoe kaar in en moet nog bij de VN? Ja, hoe ze kaar in, ik weet dat niet, hè. Ja, dat is toch al bij, toch? Ja, wie gaat uit en thuis. Ja. 90 jaar bestaan, no. Van Excelsior 31. Dat is zo al bij nog niet, dus dat kun je niet met hem maken, de oprichting. Nee, dat lukt me niet, gelukkig niet. Nee. Geniet ervan. Ik heb verschillende jaren, vanaf 64 zeker, zo met 63, 64 zeker alleen nog van een kiek. Dus. Geniet ervan. Ja, doen we. Jullie ook. Ja. Bedankt. Eik. Jan Lichtenberg. Eik. Ja, helaas geen legend. Nee. Maar wel aanwezig. Ja, altijd aanwezig, maar geen talent voor het eerst, hè. Nee, alleen toeschouwen. Vanmiddag... Naast mij staat een persoon, die moet je eigenlijk wel even interviewen, maar die jongen heeft het eerst gevoetbald. Stel hem eens voor. Collega van de brandweer, Frank Theof. Hij is bloedfanatiek, ook bij de brandweer, ook in zijn sport, maar ook op Excelsior. Hij heeft altijd het eerste gevoetbald, zegt hij. Hij heeft tot een hele hoge leeftijd voor hem dan gevoetbald. Dus dat zijn jongens die verdienen respect. Ik ben alleen maar toeschouwer, zeg maar. Frank, vertel. Klopt dat allemaal wat Jan zegt? Er waren een handjevol met wedstrijden. Dat mag geen naam hebben. Maar merendeel was in de tweede, derde en in de vierde. Dat is altijd nederig, hè? Ja. Maar goed, als je overal inzetbaar bent, kun je ook een legend zijn, hè? Ja, dat klopt. Maar goed, deze jongens hebben allemaal veel meer wedstrijden gevoetbald. Maar mooi om te zien. He, dat ze nog actief zijn. De een nog iets meer dan de ander, maar goed. Ik hoor Jan zeggen, brandweer. Wie heeft er vanmiddag dienst aan? Ik denk Jan. Want Jan, ik net gehoord, ging niet naar de tent. En ik ga zo nog wel even naar de tent. Dus ik draag het over aan Jan. Blussen in de tent. Ja, ik heb gewoon dienst, denk ik, maar ik heb de voicemail op staan. Ja. Dus als je vandaag belt, komen we morgen gelijk. Ja, dus we zijn altijd wel redelijk op tijd. Gewoon eerst Oetlaan Fink en dan komen we. Je begreep het, denk ik. Zo is altijd. Hier staan ook wat legends, maar dan onder de supporters. Wie van deze spelers spreekt jullie het meeste aan? Nou, ik heb nog steeds Ben Veldhuis. Ik heb nog steeds dezelfde kapper, zie ik. Dus er is niks veranderd. Zijn broer zit op de bank, ja, Peter. Blessure. Ja, dat is jammer dat hij niet mee kan doen. Maar toch was dat de tijd. Er was een kentering voor Excelsior 31. Spelers van buitenaf. Ja, dat was een van de eerste. Ja. Maar John van Miert was geloof ik de allereerste. En toen de gebroeders Veldhuis. Klopt. John van Miert, niet te vergeten natuurlijk. Ja. Hoe was dat die tijd? Dat was een leuke tijd, maar dan moest je in het begin wel even aan wennen. Daar speelden van buitenaf hier kwamen voetballen. Maar goed, dat went zo. Dat went zo. Deze jongens, eigenlijk verschillende generaties. Maar net wat je zegt, Ben en Peter Veldhuis... Er waren toch wel jongens die ook een bepaalde binding hadden met de club, hè? Ja, heel lang. Ja. Nou, en dan Peter Schepping, dan later erbij en zo. En dan kijk dat Wim Gertsen nog steeds mee kan voetballen. Hè? Dat is leuk. Heerlijk. Heel veel van die legends maken nog een fitte indruk, vind je niet? Ja, vind ik wel. Kevin zette net een sliding in, Kevin Simmelink. Ja, ik denk, we haalden hem vandaan. Niks veranderd. Helemaal niks veranderd nog steeds. Ik weet niet of hij nog voetbalt. Volgens mij is hij nog wel actief, maar meer in de tuinen dan op het veld. Ja, en Dylan Voskuler ook nog steeds. Ja. En Lubby en Jan Borghuis. Mooi weerzien dus. Mooi, echt mooi. Ja. Geniet ervan. Last but not least van de hele mikmak wat hier loopt vanmiddag. Al die legends. Maarten, ja, dankerman wil ik zeggen, maar Tute, hoe is het met je? Goed, super. Ja, leuke middag. Dus, je kunt nog gewoon een helftje zo te zien. Jawel. Ja, ik voetbal nog in twee natuurlijk nog dit jaar. Hè. Dus op zich, als ik dit niet meer aan kan, dan houdt het op. Dan stop ik er ook acuut mee.
Wie is meest fit bij jullie? Ja, jijzelf, buiten jezelf? Ik vind Robert wel redelijk fit. Ik vind... ik moet zeggen, Luby is heel fit. Maar die voetbal niet, maar die doet veel crossfit en dergelijke. Die is heel fit. Ja, de rest, ik moet zeggen, niemand is het verleerd. Dat is wel lekker. Maar Peter Schepping gebruikt gewoon zijn lichaam, net als toen. Dus die hoeft niet fit te zijn. Nee, maar hij doet niet voor niks de bijnaam de tank natuurlijk. Hè. Dus de naam doet eer aan. Kijk hem, één blok massa. Toch? Met wie van die jongens heb jij destijds het meest gespeeld? Noem er eens een paar. Even kijken. Peter, Luby, Jarno, Isa, Vinnie, Ben dan in het begin samen met Peter Veldhuis en Brilhuis in die tijd. Zo lang geleden, ja. Toen ben ik begonnen hier. Toen hun kwamen, toen was het mijn eerste jaar hier ook. En nog geen spart veranderd, Tute? Nee, nog steeds zo knap, hè. Hè? Je stond nog steeds op de nominatie voor Koppen zonder Noppen, hè, ons programma destijds. Okay, ja. Maar goed, wie weet, ooit bij een lockdown ben jij de volgende. Helemaal goed. Ik voel me gewaardeerd. Absoluut. Dankjewel. Geniet ervan. En ik zou zeggen, er mag dan wel eentje bij in. Laten we het hopen. Doen ons best. Dankjewel. Denk. Maarten, bedankt. Dangermond. Ook nog oude legends hebt. Ja, wat word je bezing? Legends. Nou. Ja, ik zou zeggen, loop je warm en doe mee. Laten we dat nou niet doen. Want... Ik denk niet dat ik morgen dan nog uit bed kom. Welke periode was het dat jij het eerste speelde? Oh, dat is lang geleden, jongen. Dat is een hele goede vraag. Ik moet aardig aan denken. Ik stel niet altijd goede vragen, maar deze keer... Heel goed, ja. Ik zou zo niet... 1, 2, 3 kan ik zo niet moeten. Noem eens een paar medespelers van die tijd. Welke niet, hè. René Klein-Osman, Anton Kamp nog gevoetbald. Ja, noem ze maar op. De keeper was? Jan Beltman heb ik gehad en Bert Sanderman nog. Zelfs Jan Lohuis nog eens. Dus, ja. Maar niet opgeroepen om vanmiddag hier... Nee. Maar ja, het is niet erg hoor. Maar je geniet wel? Ja, zeker. Ik ben hier de hele dag hier al bijna. Dus vanmorgen is geen voetbal. Ook leuk en heel gezellig. Dus, ja. 90 jaar bestaan van je club hier, dat is wat. 90 plus 1, hè? Ja, inderdaad. We zijn al richting 100, dus hopen dat nog allemaal lekker mee te maken, toch? Zo is het. Geniet ervan. Gaan we doen. Dankjewel. Dank. Ja. Kom maar, Mario. Ik zag 5 cruciale fouten. Ik miste 2 rode kaarten voor Excelsior. Hoe zit dat? Ja, soms zie je niet alles. Nee. Okay, dus eigenlijk een Legends onterecht verloren. Blinde scheidsrechters, hè? Hé, hey, bedankt hè. Hey, jullie ook hè. Goedje. Ja.